Mijn naam is Sheila Drieman. Ik ben een reizende Instagram coach en ik geef jou enorm veel tips over hoe je kunt groeien op Instagram. En daarnaast neem ik je mee in mijn leven als digital nomad. In mijn vorige video heb je kunnen zien dat mijn vriend en ik de laatste week in Mexico City doorbrachten. We naar een Amerikaanse dining zijn geweest. Ik voor het eerst paard heb gereden en meer. Na 5 weken was het tijd om Mexico City te verlaten en te vliegen naar Tuxtla. Op naar het vliegveld dus. Nadat we waren ingecheckt, de koffer hadden ingecheckt, door de douane zijn gegaan, kwamen we erachter dat we 3 uur vertraging hadden. Er waren zelfs vluchten met meer dan 9 uur vertraging. Dat werd wachten dus. Uiteindelijk om 12 uur in de nacht gingen we boarden in het vliegtuig. En mijn vriend en ik zijn nooit van die types die meteen in de rij gaan staan, want je komt toch wel in het vliegtuig, want je hebt immers een ticket gekocht. Dus gingen we een beetje aan het einde van de rij staan. En toen we bijna aan de beurt waren, toen gingen ineens de deuren dicht. En de mensen voor ons, wij en nog 10 personen achter ons, die werden niet meer toegelaten in het vliegtuig, omdat het vliegtuig vol was. Wat? We hebben toch een ticket gekocht? Blijkbaar is het normaal voor vliegmaatschappijen om meerdere tickets te verkopen, zodat ze zeker weten dat het vliegtuig vol is. Maar ik kan nog steeds niet begrijpen dat dit gewoon kan. Maar goed, we werden niet meer toegelaten in het vliegtuig, dus het vliegtuig vertrok zonder ons. Maar onze koffer was nog wel op het vliegtuig. Drama dus. En we werden van hot naar her gestuurd en niemand wilde en kon ons helpen. En nadat we een uur op het hele vliegveld hebben gelopen, kwamen we uiteindelijk bij de supervisor van de vliegmaatschappij terecht. Alleen daar stond ook een ellenlange rij, dus we hebben uiteindelijk een uur in de rij gestaan voordat we werden geholpen. En toen we uiteindelijk aan de beurt waren, hebben we geregeld dat we onze koffer ergens op het vliegveld konden ophalen. En dat hebben we gedaan en oh, ik was zo blij, het was echt zo een enorme opluchting. En daarna moesten we met de koffer weer terug naar de supervisor waar we verder werden geholpen. Maar we moesten eerst weer terug in die rij gaan staan. Nee, in Mexico zijn ze echt totaal niet goed georganiseerd. En toen we eenmaal aan de beurt waren, hebben we geregeld dat we met een shuttlebus naar een hotel werden gereden. Dat we daar een diner en een ontbijt zouden krijgen en natuurlijk een nachtje in het hotel. En dat we dan de volgende dag in de avond weer zouden vliegen naar Tuxtla. Dus op naar het hotel. En de volgende ochtend, na een heerlijke nacht geslapen te hebben, zonder dat lawaai in die drukke straat bij Mexico City, bij de co-living, werd het weer tijd om even aan het werk te gaan. Want tja, dat moet ook gebeuren. En toen mijn vriend op zijn laptop zat, kreeg hij een e-mail van de vliegmaatschappij dat we morgen naar Tuxtla zouden vliegen. Maar dat moest vandaag zijn. Dus in plaats van dat die supervisor een ticket voor de volgende dag had gegeven, had hij het voor 2 dagen later gegeven. Heel vermoeiend. En we hebben toen op onze eigen kosten nog een hotelovernachting erbij moeten boeken. En nu is 1 hotelovernachting niet zo erg, maar we hadden ook al een hotelovernachting in Tuxtla, wat dus nu niet meer doorging. En we hadden ook al 2 keer bustickets gekocht van Tuxtla naar San Cristobal, wat ook niet doorging. En we hadden nu de eerste week in San Cristobal in de co-living ook gemist wat we ook al geboekt hadden. Dit hele gedoe heeft dus veel tijd en helaas geld gekost. Zelf ben ik jarig op 8 december en mijn vriend wilde eigenlijk vanaf San Cristobal een verrassing regelen naar een hele mooie plek. Daar zal ik je in een andere video meer over vertellen. Maar ja, dat ging dus helaas ook niet door, want we waren nog niet in San Cristobal. Maar goed, na een vlucht dat wel gelukkig goed is gegaan, kwamen we aan in een heel schattig hotel in Tuxtla. En de volgende dag, 8 december, was ik jarig. En we zijn toen begonnen in een botanische tuin. Was echt super mooi. Al zijn we daar wel heel snel weggegaan, want we werden echt lek gestoken door allerlei insecten. We gingen daarna door naar 3 musea. En we zijn gaan lunchen bij een heel leuk restaurantje. Inclusief een heerlijke smoothie en natuurlijk taart. En ook is er door de ober van het restaurant voor mij gezongen. Echt superleuk. Er is trouwens heel veel voor mij gezongen die dag. Eerst mijn lieve vriend, toen die ober en heel veel familie en vrienden hebben mij gebeld om mij te feliciteren en voor mij te zingen. En nogmaals bedankt, dat maakte mijn dag echt extra speciaal.
En na die lekkere lunch zijn mijn vriend en ik naar 2 gamehallen en een poolcafé geweest. Yep, ik hou het ontzettend van spelletjes, dus daar ben ik de hele dag zoet mee. En we hebben de dag afgesloten in een heerlijk sushi restaurant. En ondanks dat we niet op de plek waren wat we eigenlijk gepland hadden voor mijn verjaardag, heb ik echt een hele leuke dag gehad om nooit te vergeten. En de volgende dag, op vrijdag, stond er ook weer iets heel leuks op de planning. We gingen namelijk met een tour naar de Canyon van Mexico. Het wordt hier ook wel Bali van Mexico genoemd. Het is echt zo mooi. En toen ik instapte in het busje van de tour, van de activiteit, ging ik naast een heel leuk stel zitten. En het was heel gek, maar ik had echt direct een heel fijn gevoel bij hun. En we raakten ook al snel aan de praat en hadden een hele leuke klik. En uiteindelijk hebben we die dag met z'n vieren doorgebracht. En het was echt super gezellig. En nadat we met de boot door de canyon zijn gevaren, vaarden we aan in een heel leuk en schattig stadje waar we een heerlijke lunch hebben gegeten. En na deze lekkere lunch zijn we ook een stadje in gaan wandelen en hebben we een kerk beklommen. Dit mocht waarschijnlijk niet, maar wauw, wat was dit gaaf en wat een mooi uitzicht. En daarna zijn we weer verder gegaan met het busje en zijn we naar 3 uitkijkpunten geweest over de canyon. En dat was ook echt super mooi. Dit was ook echt een hele leuke tour die we hadden geboekt via Get Your Guide. En oh ja, we hadden de taal Engels gekozen, maar de gids die sprak geen Engels. Dus hebben we er een privé vertaler bij gekregen. Echt zo'n luxe. Ik zal zeker deze tour of deze activiteit aanraden. Ik vond dit een van de leukste activiteiten in Mexico. En ik zal dan ook de link van de tour van de activiteit in de beschrijving onder de video zetten. En nadat we weer terug waren in Tuxtla, zijn we met Heike en Kai, zo heet het Belgische stel dat we ontmoet hadden, door de stad gaan wandelen. We zijn naar de kermis geweest en we hebben een deel van het feest van Guadalupe gevierd. Daar zal ik je zo meer over vertellen. Leuke dag en avond werd het de volgende dag tijd om Tuxtla te verlaten en met de bus te rijden naar San Cristobal. En in San Cristobal zouden we een maand verblijven in een co-living. Hopelijk wel beter en leuker dan die ene in Mexico City. Maar toen we aankwamen werden we warm welkom geheten. We werden direct rondgeleid door de hele co-living. We hebben onszelf vast voorgesteld aan wat andere gasten. Ja, dit is echt een hele leuke plek en zo goed georganiseerd. Co404 is ook echt een co-living en het heeft een co-working space waar wij naar op zoek waren. En verder heeft het een gemeenschappelijke keuken, een woonkamer, een hele mooie tuin met een terras waar je kan zitten. Het heeft een hangmat, een kampvuur, nog een dakterras met een keuken. Het heeft schommels waar je aan kan zitten en kan werken. Het heeft een fonteintje, het ziet er echt super mooi en leuk uit. En ook worden er een paar keer per week activiteiten georganiseerd. Yep, hier gaan we ons zeker vermaken. De eerste avond zijn mijn vriend en ik gezellig met z'n tweetjes de stad in geweest. En zijn we gaan eten in een heel kleurrijk restaurant. De volgende dag was op een zondag, dus de laatste dag van de week en in het weekend. En normaal gesproken zijn we in het weekend vrij. Maar aangezien dat hele gedoe met het vliegtuig onze hele week door elkaar heeft geschopt, hebben we besloten om op zondag nog wel te gaan werken. En in de avond hebben we met de groep die in de co-living verbleef het feest van Guadalupe gevierd. En Guadalupe, dat is de geboortedag van Maria en dat wordt in Mexico echt heel groot gevierd. Er wordt heilig vuur van de ene kerk naar de andere kerk gebracht en dat doen ze door middel van een fakkel. Dat steken ze aan en dan rennen ze van kerk naar kerk op blote voeten. En daarna zijn er parades, er is live muziek, mensen zijn aan het dansen. Lekker eten. Het is gewoon echt feest. Yeah.
mensen van de co-living zo te leren kennen. En daarnaast was het ook een goede afsluiter van de drukke, chaotische, maar hele leuke week. In de volgende video neem ik je mee in de eerste week in San Cristobal. Een poshproeverij, een weekend weg inclusief zwemmen bij watervallen naar Maya-tempels in de jungle. En er gebeurde iets heel spannends. Benieuwd? Stay tuned! Vond je deze video leuk en wil je meer van mijn avonturen zien als Digital Nomad? Abonneer dan zeker op mijn YouTube-kanaal. Dat is trouwens geheel gratis. Oké, tot de volgende video. Ciao!